Vandaag moet hulle, moes julle uit, uit die park uit gegaan het. So wat is julle volgende stappe of wat kan julle doen? Ons wag op Drakenstein om naar ons te kom en vir ons te kom sê wat is hulle plan vorentoe met ons. Hoe lang bly julle al hier so en julle was veronderstel om net vir 3 maande hier te bly. Wat was die plan gewees of wat het die munisipaliteit vir julle gesê toe julle hier ingetrek het? Ons is nu al 3,5 jaar, hier amper 4 jaar. Hulle het vir ons gesê, ons gaat hier blijven 3 maanden, net tijdelijk, toe wanneer ons plek klaar is. En toe die procureur nou zo 3 weken terug bij mij was, toe het die procureur aan mij gesê, meneer Moodley, het aan mij gesê dat die hof, het, toe hy terug aan hof toe om te sê, maar die mens is nou nog 3 maanden in die tente. Toe die magistraat wat 2016 die zaak aangehaald, het was een vrouw. Toen die vrouw gesê, maar hy moet naar mij toe kom en details kom haal, bewijzen kom haal dat ons nog steeds hier is. En als het mogelijk is, dat hulle foto's kan stuur van die structuren wat Drakenstein voor ons daar opgesit het. Ek het alles dit gestuur en ek het die brief ook gestuur, die brief wat hulle gegee het, wat ons vandag moest getrek het, het ek ook vir hulle gestuur. Toen die gister vir my gelaat weet dat die hof het is nou bezig met die saak, want ons was ons net 3 maanden hier terug, ons moest in vlakke land gewees, want hulle het vir die hof gesê, die huise is klaar, dat moet nog net gepluister word en vensters moet ingesit word, dan gaat ons trek, maar dat het nooit plaasgevind. Ja. Drakenstein het al die belofte gemaakt, het nooit die belofte nagekom. So is julle vrees bevangen om te trek, sal julle verkies om liever hier te blijven, totdat daar ander verblijfplek, soos wat julle in die eerste plek gesê was. Ja, as het beter is vir ons om hier te blijven met ons kinders, as wat ons daar gaan blijven. Want laatst week het ek gesien, gelees, daar is weer een meisje, 2 meisjekinders dood, geskiet binnen hulle ouers huis. Een in die borst, een in die arm. Ja. Het is baie gevaarlik vir ons en ons kinders om daar te blijven.